Met haar design van een kogelwerende huid werd designer Shalila Essaidi in één klap wereldberoemd. En nu schudt ze de boel weer lekker wakker met Mastic. Wat begon als een grap blijkt een steengoed businessidee. Kleding gemaakt van koeienpoep. En dat ziet er dan zo uit. Ja, we zien het op de achtergrond nog verder lopen. Het is prachtig om te zien, Shalila. Er is geen enkele link met koeienpoep te bespeuren, überhaupt. Je hebt ook een stuk stof meegenomen. Laat maar even aan Annemarie voelen, want dan kan zij meteen even checken wat het is. Ik heb ook een stukje plastic bij. Want dat is ook mogelijk. Van koeienpoep kun je papier, plastic, stof maken. Ja. Dat is met recht holy shit. Dat is met recht holy shit, absoluut. Waarom wilde jij graag het mestprobleem aanpakken? Nou, ik was eigenlijk nog bezig met mijn kogelwerende huid. We zijn daar nog met onderzoek bezig. En onderdeel van die kogelwerende huid is synthetische spinnenzijde. Dus spinnenzijde afkomstig van genetisch gemodificeerde geiten en zijdewormen. Ja. En ik wilde ze heel graag naar Nederland halen. Omdat we daar nog volop met onderzoek bezig zijn naar materiaal. Alleen loop je dan tegen Europese wetgeving aan. Tuurlijk. ja, we zijn nog niet zo ver dat we nieuwe materialen, zeker GMO's, accepteren. Terwijl dat wel de toekomst is. Maar ik was toen in gesprek met een aantal mensen van de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. Want het waren stakeholders die ik nodig had aan tafel om die geiten naar Nederland toe te halen. Juist. En op dat moment werd het nieuwe coalitieakkoord gevormd voor Noord-Brabant. En zaten de boeren en de beleidsmakers eigenlijk recht tegenover elkaar. Yeah. Ze waren het niet met elkaar eens. Dus het was best moeilijk. En toen heeft iemand bij de provincie de grap gemaakt. Nou, weet je wat, als jij wat aan het mestprobleem doet, dan krijg je al die stakeholders aan tafel. Dus het is ook de eerste dag geweest dat ik een emmertje mest ben gaan halen bij Hans Huibers. Nee, je dacht meteen, ik ga aan de gang hiermee. Ah. Dit ga ik gewoon doen. Ja, ik zie problemen niet zozeer als problemen, maar als uitdagingen als ik mijn doel maar kan bereiken. Nou, dat is aardig gelukt als we dat zo zien. Maar hoe ver moeten we dit dan zien? Want oké, je kunt het mestprobleem gaan aanpakken. Dus jij laat zien, er is van koeienpoep stof, papier en plastic te maken. Ja. Daar kun je natuurlijk van alles weer mee doen. Maar zie jij het straks voor je dat we straks allemaal in kleding bijvoorbeeld van die stof kunnen lopen? Is dat? Ja, dat zie ik zeker. Als we alleen al kijken naar de hoeveelheden mest die wij wereldwijd produceren. Dat is een groot probleem. Als we het in Nederland hebben over intensieve veehouderij, dan hebben we het over 300 tot 500 koeien. In China hebben we het over stallen van 150.000 koeien. In Amerika praat je over mestlagunes. Dus het is een materiaal wat echt voorhanden ligt. Hè, wat we nu aan het verbanden, vergisten. Eigenlijk aan het vernietigen zijn. Terwijl het vol met waardevolle ingrediënten zit die, als je die anders samenstelt, tot hele mooie, bruikbare nieuwe materialen kan ontwikkelen. Word jij er dan rijk van als dit de wereld straks overgaat? Hier ook weer. Hè. Ik kom wel uit een ondernemersnest, dus ik heb dit ook weer geoctrooieerd. En ik kan dat octrooi heel makkelijk van de hand doen. En dan kan ik weer met een volgend onderzoek aan de start. Maar ik heb ervoor gekozen om terug te gaan en met de boeren en de stakeholders te kijken naar de volledige ketenverandering. Want die nieuwe materialen kan je maken, maar daarmee los je het mestprobleem niet op. Een boer betaalt in Nederland gemiddeld 18 euro per kuub mest wat hij moet laten afvoeren. Ja. Nou ja, investeerders denken dan natuurlijk, nou dat is super, gratis materialen en ik krijg er geld op toe. Ja. Op je grondstoffen. En daar kunnen we nieuwe materialen van maken. Maar dat lost het probleem niet op voor de boer. Want een boer die is zo grootschalig koeien gaan houden om economisch rond te komen. En voor zijn melk krijgt hij al amper het bedrag wat het toehoort. En ik hoop dat een boer dadelijk ook op zijn mest gaat verdienen, naast dat hij op zijn melk gaat verdienen, zodat ook die boer een economische prikkel krijgt om te veranderen. Want het begint bijvoorbeeld al met... Dat is echt gewoon de bigger picture, gewoon, zoals jij hem schetst. Ja. Ja, zoals ik het zie, is dat hij die 18 euro gaat investeren in zijn eigen koeien door ze hoogwaardiger voedsel te geven. Want nu wordt er best bezuinigd op de ruwe vezel, de cellulose, om de melkproductie hoog te houden. Terwijl het voor de omgeving, de natuur, eigenlijk de beest dus zelf heel slecht is. Het moet een beter leven worden voor iedereen. Ja, precies. Ja. En daar heb je die economische prikkel voor nodig. Oké. Nou, iedereen wil natuurlijk weten hoezo koeienpoep, emmertje, vervolgens dan echt een kledingstuk of wat dan ook. We zijn even bij jou langs geweest en leg je het in het kort uit. Dit is de koeienmest, die komt vers van de boerderij. Wat je hier ziet is eigenlijk het gras wat de koeien eten, de cellulose of de vezels die we winnen uit de mest. Nou, het gras, de cellulose, doen we vervolgens hierin, waarbij de diverse vezels gescheiden worden.
En na dat proces hou je dit over. En hier zie je een deel van het blekingsproces. En vervolgens heb je dit materiaal waar je dus papier, karton en bouwmateriaal van kan maken. Daar gaan een aantal zuren en chemicaliën bij waarbij het wordt omgezet in die bioplastic. En die kan je gieten tot een plastic, maar je kan er ook draden van trekken en dan heb je een textiel waar je kleding van kan maken. Ja, het is natuurlijk in vogelvlucht wat we hier voorbij zien komen. Hoe lang duurt het proces? Ongeveer? Ja, je hebt hier even versneld in het lab gekeken, maar dit duurt een aantal weken. Maar dat is nog vrij snel om van mest naar bijvoorbeeld cellulose acetaat textiel te komen. Ja. En maar het mooie is denk ik ook om te vermelden, de proceschemicaliën waarmee de cellulose omgezet wordt, dus de zure chemicaliën, worden ook uit de mest zelf gewonnen. Dus dat hele proces is gesloten. Ah, dat is geweldig. Ja. Geweldig. Je weet dat het werkt. Je weet dat dit iets gaat doen. Wat is je volgende stap? Nou, we zijn nu dus terug aan tafel, de tekentafel, met alle stakeholders. En we gaan nu kijken naar hoe we een verandering in de keten teweeg kunnen brengen. Zodat we eigenlijk uiteindelijk ook een betere opbrengst aan mestik kunnen hebben. Maar ook dat die boer die economische prikkel krijgt om de keten daadwerkelijk te veranderen. Ja, precies. En ik heb ook gehoord dat jullie in 2021 zelfs een brug willen bouwen. Ja, dat zou een ambitieus wilde plan, maar die laat bestaan. Hier word je toch blij van, Annemarie? Ja, het is een jonge vrouw met een briljant idee die gewoon zelf de handschoen oppakt en de verandering brengt. En laat zien aan heel Nederland en de wereld dat systeemverandering nodig en nuttig is. Dankjewel. Briljant.